De coronacrisis. Iedereen heeft ermee te maken. Het schijnt de dodelijkste periode te zijn sinds de Tweede Wereldoorlog. Op de dag van het maken van deze film, wat 8 juni 2020 is, zijn er wereldwijd 406.353 mensen overleden aan het virus en zijn er meer dan 7 miljoen mensen die het virus hebben of hebben gehad. Het begon allemaal op 12 december 2019. Toen er een vreemde virus rondging in China in de stad Wuhan. Toen die tijd wist men niet dat ze met een dodelijk virus te maken hadden. Er waren alleen symptomen van een longontsteking van een onbekende oorsprong. Pas op 11 januari overleed de eerste persoon aan het coronavirus. Ik weet nog wel dat men er heel lichtelijk over dacht. Het is maar een griepje of het zal hier vast wel niet komen, hoorde ik men vaak zeggen. Ik was zelf daar toen één van. Ik dacht dat het virus wel voldoende bestreden zou worden voordat het hier zou komen. En je weet ook niet hoe die persoon er aan toe was toen hij overleed. Hoe kijken mensen daar nu op terug? In het begin heb je dat niet door. Vooral hier in het noorden was het eigenlijk haast niet. Maar uiteindelijk, als je het nieuws ziet, en dat houd ik eigenlijk wel goed bij, dan merk je wel dat er een ramp aan het komen is. Ook economisch, maar er werden ook duizenden mensen ernstig ziek. En dat was het verschrikkelijke daarvan, dat de dood op de loer lag. Als het daar kan gebeuren, dan kan het hier ook. Dus ja, maar verder denk je daar niet aan. Je denkt er nog niet aan dat de hele wereld zoals nu is bijna in lockdown is. Maar nee, in het begin heb ik daar niet zo bij stilgestaan. Op 27 februari werd in Nederland de eerste besmetting geconstateerd en niet veel later op 6 maart overleed de eerste Nederlander aan het virus. De gedachte dat het virus nu in ons midden was, deed wel wat met me. En ik vraag me af hoe mensen hier nu over dachten. Het feit dat er iemand in Nederland is overleden aan het virus moest vast wel bij mensen in Nederland een belletje gaan rinkelen. Het virus is in Nederland. Er is al iemand aan overleden. En het wordt alleen maar erger. Nou, dat vond ik ook wel heel erg. Uiteindelijk zag je die beelden ook op tv, hoe ziek de mensen werden. Voordat ze eigenlijk gingen sterven. En dat dat beelden waren van mensen die op de afdeling kwamen, waar ze dan heel ernstig ziek waren. Dat ze zuurstof kregen toegediend en dat ze op de buik moesten liggen. Nou, dat vond ik wel heel verschrikkelijk. En dan denk je wel van, nou ja, het moet je maar overkomen. Hier in het noorden hebben we die last eigenlijk niet zo gehad, niet zo ernstig. Maar ik vond het voor die mensen wel heel, heel erg. Er moesten maatregelen komen. En op 9 maart kwamen die. Al waren ze heel mild. Handen schudden werd verboden. Je moest thuis blijven bij verkoudheidsklachten of verhoging. Ikzelf vond het niet genoeg. Wie weet hoeveel mensen het virus toen daadwerkelijk al hadden. Ja, je had officiële geregistreerde besmettingen. Maar hoeveel procent was dat het totale aantal besmettingen? Al snel escaleerde het virus in Nederland. Op 15 maart gingen de scholen en de horeca dicht. Op 22 maart werd de 1,5 meter regel ingezet. En op 31 maart werden deze maatregelen alleen maar verlengd. Evenementen en bijeenkomsten werden afgelast. Restaurants en scholen gingen dicht. Heel veel mocht niet meer. Dat was een enorme impact voor iedereen in Nederland. Mijn vraag is hoe anderen over deze maatregelen van toen dachten. En of ze het ook toen genoeg vonden. Persoonlijk heb ik van de hele ramp ook niet zoveel hinder. Dat wil zeggen, ik loop nog goed, dus ik kom er wel uit. Ik wandel iedere middag. Ik doe mijn eigen boodschapjes. Dat lukt allemaal wel. Maar ja, je merkt het wel aan de mensen dat ze een zekere angst ervoor hebben. Dat ze met een boogje om je heen lopen. Dat vind ik wel eens hinderlijk. Ook bij Albert Heijn bijvoorbeeld, waar ik wel kom. Maar uiteindelijk, ieder mens is ook verschillend. Zelf ben ik er niet zo bang voor. We zijn een wit vlekje op de kaart van Nederland. Dus dat is eigenlijk ook heel raar. Je loopt op een afstand van elkaar. Het winkelen is heel gek. Sommige mensen durven je niet eens te groeten, heb ik het idee.
terwijl hier helemaal geen corona is. Ja, ik fietste van de week door het dorp en iemand die ik wel ken. En in de Middenstraat, nou is dat de Hoge Straat, nou is dat niet zo'n brede straat, maar ik liep aan de ene kant en die man die fietste helemaal bijna tegen het op het trottoir aan de andere kant mij voorbij. En dan denk ik van, hallo zeg, zo erg is het toch ook niet. Dan word ik er ook een beetje lacherig van hoor, van, ja, ik vind dat gek. Ik ervaarde dat op mijn eigen manier. School ging online verder nadat hij dichtging. Mijn begin- en eindtijden veranderden als medewerker bij de Albert Heijn. En ik moest 4 maanden wachten voor de start van het Formule 1 seizoen. Allemaal milde veranderingen en ik kon er wel mee leven. Verder kan ik van geluk spreken dat ik meerdere hobby's heb die ik thuis kan doen. Ik kan de dagen wel door. Maar dat geldt niet voor iedereen. Wat ik het meest mis... dat is dat we niet naar de kinderen en naar de kleinkinderen kunnen. Normaal waren we daar de hele maand april dus geweest, dus we hebben de verjaardagen gemist. Nou, het zijn nog kleintjes, ze zijn 3 en 6 of 3 en 6 geworden. Dus dat gaat ontzettend snel. Dus je mist een heel stuk van het opa en oma zijn. En dat vind ik wel een van de vervelendste dingen. Ik krijg ook wel minder bezoek, hoewel... En bij mijn kleinzoons kwam wel regelmatig en 2 dochters komen ook wel. Dat mag hier in ieder geval ook wel, maar wij forceren het niet. Kijk, wat je mist, je staat natuurlijk ook stil bij, wij missen niet zoveel, wij missen geen inkomsten, hè, wat jongeren wel hebben. Wij krijgen ons pensioen, dus misschien wordt dat eens minder. Maar goed, dat zijn geen grote zorgen. De grote zorgen liggen voor mij toch bij de kinderen en bij jongeren. Van hoe is hun toekomst, hoe gaat dat verder? Met alle economische gevolgen die het heeft, van kun je nog werk krijgen? Daar maak ik me zorgen over. Sinds eind april nemen de geregistreerde besmettingen en het aantal doden af. En de maatregelen worden versoepeld. Maar is dat de juiste beslissing? Zorgt het versoepelen van de maatregelen niet voor een tweede golf? Nou, ik vind het vrij snel gaan allemaal. Want je ziet ook met die demonstratie hoe het eigenlijk uit de hand loopt. En ik ben bang als alle restaurants weer open gaan dat dat ook uit de hand loopt. En ik vind voor de mensen die daar moeten bedienen, vind ik het wel zorgelijk. We weten er eigenlijk zo weinig van nog. Van wat voor virus het is en of het weer terug kan komen. Kijk, heel veel mensen die als ik de kranten lees en de radio hoor en de televisie kijk en op social media, dan zijn heel veel mensen boos van dat deze maatregelen genomen zijn. En dan denk ik, weet jij het dan beter dan wie dan ook? Van, het is compleet nieuw. Dus dat is afwachten, maar ik maak me er wel zorgen over van... Ik hoop dat, en waar ik me zorgen om maak, van gaat het verder met de economie. En eigenlijk maak ik me daar meer zorgen over dan het virus, want daar zal best wat gevonden worden dat het opgelost wordt, er zal een medicijn gevonden worden of wat dan ook. En dan is het wachten op weer een ander virus. Maar ik hoop dat... Dat het toch snel... Het kan niet zo blijven zoals het nu is. Eén ding is zeker. Dit jaar is zeker een jaar wat niet snel vergeten zal worden. Het dodelijkste jaar sinds de Tweede Wereldoorlog. Het jaar van het coronavirus. Het jaar 2020.